En vastenavond is een feest van aanraking, van contact. Welkom bij een spiksplinternieuwe podcast over vastenavond in het Krabbergat. Mot is oren. Ja, welkom bij een hele nieuwe aflevering van de podcast Mottesoren over de vastenavond in Bergen op Zoom. Zijn we weer? Ja, zijn we weer. Maar er zijn ook waarschijnlijk mensen die voor de eerste keer luisteren. Dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik zeker. Dus misschien goed, Koen, dat we onszelf eventjes voorstellen. Nou, zullen we daarmee beginnen? Ja, even kort, even snel. Ik ben Koen Vos. Wat ben ik ook alweer? 29. Moet altijd over nadenken. Weet je het zeker, 29? Ja, ik ben echt 29. Okay. Weet het zeker. En ik vier uiteraard vastenavond bij het Dwellend van Motten ermee zit ik. En daar ben ik voornamelijk mee weg. Ja. En nu zo af en toe eens met jou een podcastje maken. Hè? Ja, nou gelukkig maar inderdaad. Ja, ik ben Joris Withagen, 28. En ik ben een gewone dweiler. En in seizoen 1 hebben we het er al over gehad. Koen, wij waren op zoek naar andere manieren van dweilen. Ja. Want we hadden wat probleempjes. Als je wil weten welke probleempjes, luister vooral seizoen 1 eventjes terug. Ja, het zijn maar 5 afleveringen, dus heb je zo gedaan. Zeker, zeker. En dat kan gewoon via Spotify, Apple. Ga maar door, maar ook vastenavond.nl sinds kort. Ja, dat zag ik ook staan, ja. Zeker. En ik kan je vertellen, Joris, ze staan nu ook op YouTube. En ze staan op YouTube, ja. Ja. Ook nieuw. Dat is ook nieuw. Daar gaan we met de tijd mee. Ongelooflijk. Ja, toch, hè? Ongelooflijk. We moeten nog meer vertellen, jongens. Ja, we hebben een hele welkomstrit aan mijn ouders wil ik vooral bedanken. Ja. Nee, grapje. We gaan ook even de Stadskelder bedanken. Ja, want er is iets nieuws. In ieder geval speciaal voor 11.11. Ja. Want de Leutkelder, zo wordt het de Stadskelder ook wel genoemd, die heeft een speciale 11.11 Mottesoren borrelplank gemaakt. Want ja, we moeten allemaal thuis vastenavond gaan vieren. 11.11 gaan vieren. En hoe kan je dat dan het beste doen? Met een goeie stukje spek. Bijvoorbeeld. Oh, en een lekker biertje erbij, een lekker pilsje. En die kan je daar bestellen via de site. Als het goed is kan het nu, hè? Dat kan al, als het goed is. Ja, nou, dat is mooi. En als dat niet zo is, dan gaan we nog even knippen in deze podcast. Ja, precies. We zijn nog meer met de tijd mee trouwens. Of heb je dat al gezegd? Facebook? Ja, Facebook, inderdaad, hebben we het inmiddels ook, ja. Dat is waar, ja. Ja. En wie zit er achter mij? Ja, die moeten we inderdaad wel dingen. Ik zie even, daar ga ik een kruisje doorheen zetten. Dat ziet Joris nu in ieder geval. Ja. Maar we moeten inderdaad even, achter jou zit iemand die ons heel erg helpt dit jaar. Vorig jaar hebben jullie hem ook al kunnen horen. Hij heeft beloofd, deze keer neem ik geen microfoon ter hand. maar ik wil jullie wel helpen met de techniek. Dus wij zijn alvast heel erg blij met Peter. Peter Jansen. Proost. Proost, ja. Ja, ik weet dat ik er vanaf moet blijven, Joris, maar dit verdient wel een applausje. Ongelooflijk. Dankjewel, Koen, dat je zo oplettend bent deze avond. Want we zitten op een rustige woensdag herfstavond dit op te nemen. Ik heb een vraag, Joris. Stel eens even. Waarom we deze podcast maken? Ja. Weet je wat? We hebben hier gewoon een speciale jingle voor gemaakt. Oh, dat is handig. We waren het vorig jaar zo beu om het elke keer uit te leggen. Jingle. Ja? Waarom we deze podcast maken? Waarom maak je in godsnaam deze podcast? Ja, waarom dan? Joris, vertel het me. Nou, omdat we heel erg benieuwd zijn wat ervoor zorgt dat jouw vastenavondhart sneller gaat kloppen. Of harder natuurlijk. Ja, we hebben ons een middagje uitgeleefd en dit heeft het opgeleverd. Oh, ongelooflijk. Ja. Ja, we willen inderdaad weten waarvan jouw vastenavondhart harder gaat slaan eigenlijk. En dat doen we eigenlijk elke keer met een gast. En die gast die heeft een locatie uitgekozen. Koen, daar weet jij meer over. Ja, daar weet ik zeker meer over. Wij moeten wel zeggen dat we helaas niet op die locatie zitten. Nee. Gaan vertellen. Wij zitten nu momenteel in de zaal van gebouw 2. Er zijn hier momenteel geen optredens natuurlijk vanwege corona. Dus gelukkig hadden we hier wel ruimte. Maar helaas zijn alle andere horecagelegenheden potdicht. Daar mag niks gebeuren. Nee. En nou is het zo dat wij vandaag zouden zitten in Café de Grote Slok. Die is niet zo groot. Nee, die is eigenlijk helemaal niet zo groot. Nee. Maar toch is het, volgens mij is het ook Brasserie de Grote Slok heet het. Ik kan het op mijn telefoon zien. Heb ik het visitekaartje nog. Grand Café de Grote Slok. Kijk. Zo noemen ze zichzelf. Maar en we waren hartstikke welkom bij Ad van Oorschot toen we hem belden. Ja. Alleen helaas
heeft hij toch moeten zeggen, nou jongens, zoek alsjeblieft een andere plek. Maar ja, we willen in ieder geval bedanken dat hij zo gastvrij was om ons te laten komen. Zeker. Maar zeker, inderdaad, wij hebben we hadden er voor de Slok gekozen, maar dat komt, Joris, omdat we een gast hebben. Zeker. Een gast! Oh, we hebben een gast! Ja, Koen? Ja? Nou, is jouw beurt, hè? Ja, nee, we hebben inderdaad een gast en die heeft voor de Slok gekozen. We gaan straks vragen waarom. Maar eerst, even nadenken. Dan gaan we eens even goed naar het lijstje kijken. Ik heb hier vandaag zitten, en hij verbetert me vanzelf daarna als ik het allemaal verkeerd zeg. Ik heb een trompetist van Harmonie Oranje-Nassau. Ik heb trompetist van het Lammerientje. Ik heb volgens mij ook, als ik de documentaire goed gekeken heb, ontwerpen van de Blauwe Schuit. En diverse andere wagens, volgens mij ook een aantal veldtekens. Ja. Ja. En bovenal kennen wij hem vooral als grootste boer van Vleetjaar, Joost Eijkman. Ja. Goedemiddag, ochtend, avond, Joost. Ja, het is maar net wanneer de mensen luisteren natuurlijk. Diep in de nacht. Ja. Dag Koen, dag Joris. Ontzettend leuk om hier te zijn. Dankjewel. Nou, jij bedankt alvast. Ja, zeker. Nee, echt super dat Joost hier wilt zijn. Net voor 11.11 allemaal. Spannende tijden met corona natuurlijk. Zal druk zijn. De nieuwe prins die eraan zit te ook komen. Ook nog. Ja. Heb je het druk met 11.11 voorbereiding, ondanks alles? Ja, het, inderdaad. Want het vraagt heel veel van ons eigenlijk ook improvisatievermogen. Uiteraard help ik alleen maar mee. Zoiets kan je niet alleen doen. Dat doe je met een aantal mensen. En bijna elke dag moet je je plannen wel aanpassen. Omdat er weer minder mag. En meer maatregelen zijn die ons verbieden om allerlei dingen te doen. En dat maakt het leuker. Juist dat steeds nieuwe oplossingen proberen te vinden. Eigenlijk creatief te zijn. Kijk. Dat is improvisatie in optima forma. Nou, daar zijn we sterk en dat hebben we nou wel. Laten we dit jaar toch ook wel echt wel goed zien. Dat is mooi. Ja, we moeten Zuidwest TV gaan kijken, geloof ik. Hè? In ieder geval, ja. De site kon het ook lassen. Ja, op de site kan je het ook zien. Op 11.11 wordt dat de zender die je moet volgen. Daar moet je gaan kijken. Niet op NOS Journaal of zo? Ik sluit niks uit. Het kan nog komen natuurlijk. Hè? Oh. Ja. Er zijn contacten. Groot nieuws, hè? Nieuwe Norheid. Dus, zullen we naar onze favoriet jingle gaan of heb je nog iets anders eerst? Nou, ik wilde eigenlijk eerst maar eens vragen aan Joost. Waarom dat we eigenlijk bij de Slok zouden zitten? Oh ja, tuurlijk. Eigenlijk omdat dat in zijn kleinheid is het groots. Ja. Het is een van de kleinste cafés, denk ik, van Bergen op Zoom. En, maar het is zo groot in alle contacten en in de manier waarop daar vastenavond wordt gehouden. En ik kom daar eigenlijk al helemaal vastenavond leven. En ja, als er iets met vastenavond is verbonden voor mij, in zekere zin, als je kijkt naar de kern, dan is het toch wel de Grote Slok. Okay. En het is eigenlijk niet alleen de Grote Slok, het is ook het Hofstraatje. Okay. Het straatje. Ja, dat stuur je wel zo inmiddels. Ontzettend mooi. Ja. Het steegje van de Marquise of Grote Slok inderdaad. Ja, oud en nieuw liggen naast elkaar. Hè. Dat is natuurlijk het mooie. Hè. Ja, dat zeker. Is het oude Marquisenhof. En dan vastenavond die ieder jaar weer opnieuw eigenlijk wordt geboren en nieuwe wegen vindt. Nou, het ligt bijna als naast de buren, legt het naast elkaar. Okay. Ja, heel goed. Koen, dan nu wel onze favo jingle. Want vorig jaar hebben we hier heel veel complimenten over gehad, Joost. Echt waar, over dit jingletje, ook over gewoon het item op zich. Ja, het is gewoon een goede band die het ingespeeld heeft. Dus, nee. We gaan... Wat er daarna toch mee? Scherp. Ja. Scherp. We gaan naar de stellingen. De stellingen. De stellingen. Oh ja, frikandellek, Joris. Ja, sorry. Ja, Joost, we hebben 5 stellingen. Graag ja of nee of de ene kant de andere kant kiezen. En als je erover wil uitweiden, gewoon lekker doen. We hebben de tijd hier en anders knippen we maar lekker in de podcast. De eerste stelling. Joost Eijkman met Y of IJ? Y. Y.
Mooi, weet nou, ik ook weer. Hebben we dat duidelijk? Ja, daar was twijfel over. Dan mag, je mag erover uitweiden, hè? Dat mag. Het mag erover, ja. Mensen vragen zich wel af, waar komt die Y vandaan? Dat komt omdat ik ben, toen ik geboren werd, ben ik ingeschreven in het, in Ambon, in de Molukken. En mijn familienaam is wel Eikman, maar E. Lange Ei, de Lange Ei kennen ze niet in het Maleis. Vandaar dat het een Y is geworden. Ah, hey. Leren we toch weer wat bij. Ja, precies, ja. Precies. Ja. Een vraag die we eigenlijk vorig jaar ook wel behandeld hebben iedere keer. En in de finale uitzending vorig jaar zijn we er uiteindelijk ook niet echt achter gekomen. Maar als we het aan jou vragen, ach, mijn leutet. Met je linker of met je rechterhand? Ja, natuurlijk met je linkerhand. Oké, en waarom? Omdat je me rechts... Geef je iemand een hand? Je, eerlijk gezegd weet ik dat niet eens. Ja, waarom? Dat is de traditie. Zo hebben we het allemaal meegekregen. Met uw linkerhand. Dan geef je een, doe je de groet. Ach, mijn leutet. En rechts, ja... Het is ook bijna, denk ik, meer de gebruikershand. Met rechts doe je van alles. Schrijf je veel, behalve linkshandigen natuurlijk. Maar geef je elkaar ook inderdaad een raak je elkaar aan, geef je elkaar hand. En dan hou je die linkerhand, die hou je altijd vrij. En daarom doen we, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het een leuke verklaring. Ja. Daarom zeggen we, ach, mijn leutheid met onze linkerhand. Mag je het met rechts doen volgens jou? Vind je dat? Ja, dat mag. Er zijn sommigen echt stellig in, hè? Ja, er waren er een aantal vorig jaar heel stellig in. Heel stellig, heel stellig. Ja. Het motto, met 11-11 bekendmaken of zoals het eigenlijk altijd gebeurt, voor 11-11 bekendmaken? Ik zeg voor 11-11. Oh? Ja. En dat heeft te maken dat je eigenlijk... Ja, de stad. Het Krabbegat zit te wachten op dat nieuwe motto. En het is altijd veel leuker om al een klein tipje van de sluier op te lichten. En dat doe je door alleen het motto bekend te maken. En vervolgens wordt het toegelicht en uitgelegd. En vooral van allerlei creativiteit opgereikt en mooi gemaakt. In de kale neet en in de toespraakjes de toespraak van de prins. Want die doet het altijd na de kale neet. En eigenlijk ook, 11-11 is ook een vergadering van de Stichting Vastenavond, de Godraadsvergadering. Mm-hmm. En daarin wordt er een Godse boer gekozen en een prins gekozen. Steekthee, die wordt aangewezen door de Godse boer en de nar... Die wordt aangewezen door de prins, okay. Door de Noogheid. Die worden niet gekozen, die worden aangewezen. En precies op bij die Godraadsvergadering wordt er heel veel natuurlijk al heel veel leut gemaakt en flauwekul opgevoerd en stukjes en liedjes en allerlei, wat je maar kan verzinnen, dat doen we dan. En als je dan niet het motto bekent. Als dan een motto niet bekend zou zijn, dan loop je eigenlijk een beetje op je tenen en een beetje op eieren van, ik mag eigenlijk niet zeggen, want dan maak ik het al bekend. Ja. En daarom is het veel, veel leuker, omdat ongeveer een week van tevoren, bij het uitreiken van de uitnodiging voor die grootraadsvergadering, de convocatie noemen wij dat, dat je dan al het motto bekend maakt. Is het kiezen van de, daar ben ik eigenlijk al benieuwd naar, van de prins en de grootste boer, is dat een democratisch proces of zit er ergens een dictatortje te zeggen, nou, doe die maar. Ja, het is een leutige dictatuur. ik heb het geluk gehad dat ik zelf een keer heb mogen kijken bij jullie, omdat wij een keer met de Twelbent te gast zijn geweest. Ja. Ik kan me herinneren, was het laatste jaar van Wally en Kees. Ja. Een paar jaar geleden. Ja, dat is alweer even geleden. En het is inderdaad vaak een wedstrijdje, een spelletje of zoiets. Ja. En dan wonder boven wonder. Ja? Wie wint er dan altijd? Hè? Ja. Dat meen je niet. Oh, wauw. Ja. En het is eigenlijk alleen spannend, echt spannend, als er een nieuwe Godse boer moet worden gekozen. Als de Godse boer toen Kees aftrad, het jaar erop bij 11-11, toen weer ik gekozen, maar er wist nog niemand.
En dan is het echt spannend. Jijzelf is het toch wel, hè? Ja, nee, dat zou me echt... Ja, nou ja, ik ga nu alle geheimen verklappen natuurlijk. Hè. Nou, kijk... als er niemand zegt, en daarom is het gelukkig helemaal niet democratisch, van ja, ik stop ermee. Dan gaan we er eigenlijk ook altijd vanuit, ja, hij doet het volgend jaar, doet hij het weer gewoon. Mm-hmm, ja. En je bent pas Godse boer op het moment dat je gekozen bent. Ook al is het van tevoren wel bekend, mm-hmm. Nu ben ik geen Godse boer. Okay. Ik noem mij nu altijd, en zo wordt het ook in allerlei vergaderingen, de Godse boer van Vleetjaar. En zo hoort het ook. En zo hoort het ook, ja. Ik heb maar 6 mailtjes gehad van Joost, waar hij dat in duidelijk maakte. Ja, dat is de 11 van 11, hè? Dus dat, ja, is nu niet zo erg. Ja, dat valt eigenlijk... Is dat de laatste? Oh nee, dat is niet de laatste. Nee, we hebben... Nee. Ja, maar er valt de e-stelling eigenlijk al af bij ons nu. Wat heeft Joost eigenlijk al verteld voor een gedeelte? Welke bedoel je? Wat? Godse boer van verleden jaar of aankomend jaar. Ja, ja. Ja, wel, ja. Maar ik denk dat jullie slim genoeg zijn om uit die vraag eigenlijk al het antwoord te halen. Oké. Okay. Zeker. Wat ik eerder zei. Er is nog kans dat je Godse boer wordt. Ja, nou ja. Ja. Ja, die kans is er altijd. Ja, daarom. Ja. Nou Koen, doe jij dan die andere stelling ook nog maar eventjes? Ja, doe jij precies als ik een nootje in mijn mond. Ja. Met 11-11 in volle maat. Of gewoon bescheiden zoals wij hier nu zitten met een rode zaddoek. Misschien een gordijntje. Misschien. In volle naad voor jezelf bedoel je dat, ja? Dan? Ja. Nee, niet een volle naad. Toen ik voor het eerst 11-11 ging meemaken, droegen wij nog niet eens een zaddoek. Nee, je ging gewoon met een goede warme jas. En nog niet eens een pet op. Ging je kijken. En iedereen die daar stond, die stond daar onaangekleed. En niet versierd, niet met gordijnen, niet met zaddoeken, niet met petjes. En dat doortoort ook zo, want het is, ja, het is in zekere zin natuurlijk wel een belangrijke datum. De 11e van de 11e, omdat dan eigenlijk het vastenavondseizoen begint. Maar dat is iets anders, hè? Bijwonen van de gelofte aan de geit. Want dat is eigenlijk wat we op 11-11 doen, hè? De Kanaaneet. Mm-hmm. Dat is de gelofte aan de geit van Middenos. Dat bijwonen, dat is natuurlijk heel erg leuk om er mee te maken. En heel erg, en ook traditioneel dat je erbij bent. Maar het is geen vastenavond houden. Nee, je hoort het aan. En dat heeft zich ontwikkeld, nu al talloze jaren, tot weer gewoon een avondje vastenavond houden. Ja. Iets anders is het niet. En ja... je moet niet te veel regels hebben. Dat is raar dat de Godse boer dat zegt. Of de Godse boer van Vleetjaar ook. Oh, wacht. Ik denk dat ik scoop. Toch geen kans maak. We hebben een scoop. Scoop. Nee, hoe meer je vastlegt in regels... hoe slechter eigenlijk je eigenlijk weet waar het feest over gaat. Ja. Het feest gaat over de mores. En dat zijn de ongeschreven regels. En dat is precies wat we... aan iedereen proberen mee te geven. Ja. Kijk, luister, voel goed wat je is meegegeven. Door je familie, door je ouders. Maar dat kunnen ook je vrienden zijn. Dat kan ook je bouwclub zijn. Dat kan je dwelbent zijn. Dat is, zo dragen wij eigenlijk het feest over van generatie op generatie. Ja. Dat ligt niet vast in geschreven regels. Dat is bijna allemaal het gesproken woord. Eigenlijk ook vooral het gevoel. Een beetje het gedrag ook heel erg belangrijk. Dat je daar open voor staat, zowel om te ontvangen en ook om te geven. Dat is, je kan veel ontvangen als er niks wordt gegeven. Beetje kaal. Ja, precies. Nee, zeker. Maar jullie gaan als Stichting Vastenavond, zijn jullie wel zelf in je boerenkiel, Roy zou ook geen gordijn, weet ik toevallig. Ik weet dat ze daar vanuit het protocol wel eens commentaar op hebben. Ja, dat klopt. En waarom is dat dan? Omdat wij een vereniging zijn met onze eigen kledingvoorschriften. Okay. En kijk, de Grote Raadsvergadering, de 11-11, dat is niet publiekelijk openbaar. Dat is een besloten club. Ja, en dan mag je aankleden zoals je wil. En ook al zouden wij het besluit nemen om geen boerenkiel aan te trekken en gewoon in je alledaagse kloffie te komen, dan doen we dat. Alleen,
de afspraken, of nou ja, eigenlijk traditie, die heeft ons meegegeven dat we dat in onze kiel doen, in onze boerenkiel. Het is eigenlijk, ja, het klinkt een beetje raar, maar het is een beetje het uniform van de Stichting Vastenavond. Ja. Zo had ik als zwelp ook gewoon netjes mijn scoutingblouse aan natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Zoveel anders is het niet. En een zwelp kan het ook hebben. En een bouwclub en een spaar. En een teerclub en een spaarclub. Noem het maar op. Ja. Iedereen heeft zijn eigen tradities, zijn eigen vorm, zijn eigen uitingen. Ja. En daar zit ontzettend veel vrijheid in. Dat alles mag, alles kan. Leg het niet op als dat dat... Ja, dat de manier is of de waarheid is. Nee. Oké, mooi. Nog één stelling, hè? Denk hebben ik. Er nog één? Ja, we hebben er eentje extra nog net bij besloten. Kom, ben je het alweer vergeten? Oh, die doen we wel met de stellingen. Ja, dat is prima. Die vind ik wel goed om te vragen. Prima, doen. Toch 6 stellingen. Nou, ja, toch nog 6, ja. Vastenavond 2020 zou ook zonder Prins kunnen. Dat lijkt me sterk, want... 2020 de vaste of 2021, ja. Excuus. Ja, ja. Excuus. Ja, oh ja. 2021, ja. Knip. Ja, oké. Okay. Opnieuw. Vastenavond 2021 zou ook zonder Prins kunnen. Nee, dat kan niet. Ook niet in deze tijd? Dat er de andere steden zeggen van, nou, we doen bijvoorbeeld helemaal niks. Ja. En ook geen nieuwe Prins kiezen. Ja. Ja, al die steden en al die omgevingen, die hebben de eigen keuzes gemaakt. En ja, hun keuze was om dat niet te doen. Wij hebben er niet voor gekozen. Er is altijd een Prins. Ook al is het heel erg moeilijk om een toeravond, een toermiddag te organiseren. Mm. Om eigenlijk kennis te laten maken met de krabben, in welke vorm dan ook. En ja, en vastenavond is er... Is een feest van aanraking, van contact. En dat is niet alleen contact wat je hebt als je elkaar aankijkt of aanspreekt. Neem ook elkaar vasthoudt. Ja. Dweilen, dat doe je als je elkaar vasthoudt. Kroelen met elkaar. En elkaar om op de schouder slaan. Gezellig hand in hand of arm in arm gaan dweilen. Dat is vastenavond. Ja. Ja. Dat wordt wel moeilijk. Want dat... als alle coronamaatregelen dat eigenlijk tegenhouden. Ja. Wat we ook begrijpen dat dat goed is. Want dat is meer waard, dat we hier gezond uitkomen. Als dat we vasthouden aan een soort van absolute traditie. Maar er is één traditie, er zal altijd een Prins zijn. Duidelijk. Nou. De stellingen. Stellingen? Oh ja, frikandellen, Joris. Alweer. Ja. Ja, we hebben heel veel honger. Ik bedacht mij net dat we de korte variant ook nog op de soundboard moeten zetten. Ja, dat maakt niet uit. Maar we hebben inderdaad wel heel veel honger. We hebben ook nootjes klaarstaan voor ons. Iedereen ons eigen glaasje. Ja. Inderdaad, coronaproof. En we hebben een gast hier in zekere zin. Ian Arts in ons midden. De catering. In onze catering. Nou, doe mij maar een pilsje, Ian. Doe mij ook maar, hoor. Ja, lekker. En Ian die komt later nog in de uitzending terug... Met iets nieuws. Wat zeg je, Peter? Ja, nou denk je niemand dat Joost het drinken krijgt. Oh, maar Joost die was eerst met drinken vragen. Die heeft een lekker flesje fris. Maar die deden dat zien de mensen. Ook nieuw. Hebben we nog niet verteld. Nee, dat maar, is waar. Wij maken dit jaar ook een vodcast. Ah, een vodcast. Daar zijn wij nu mee bezig, Joost. Wij zitten niet alleen in gebouw T, wij zitten in een volledige tv-studio, lijkt het hier bijna. Ja. En dus het is een podcast inderdaad. Dus in de podcast kan je zien dat Joost als eerste om drinken vroeg. Maar daar hadden wij gezegd dat hij dat gewoon moest vragen en dat hij dat dan kreeg. Joost zegt proost. Oké. Proost. Proost, ja, proost. Oh, en nu gaan we... Ja, ik draai alweer bijna de microfoon kapot. Ja. We gaan gewoon nu lekker een potje ouwe hoeren, denk ik, Koen. We gaan gewoon leuke 11-11 vragen stellen aan je, Joost. Ja, natuurlijk. Geen limieten natuurlijk. En eigenlijk is de eerste vraag een wat algemenere vraag. En dat is waarom we eigenlijk 11-11 vieren. Wat is de reden dat er 11-11 wordt gevierd? Ja, dat heeft eigenlijk alles met het getal te maken. 11. Ja, 11 is het vastenavond getal. En er is maar één dag, is het de 11e van de 11e. En dat is die 11 november. En dat
klinkt misschien, of het helemaal historisch, helemaal klopt, weet ik niet. Maar voor de geit, werd er ook wel 11-11 gehouden, maar dat was een hele interne bedoeling. Want er moest een prins worden gekozen en er moest dan ook een godsboer worden gekozen. Mm-hmm. En ja, om dat op het juiste moment en op de juiste dag te doen, is er besloten, dat doen we dan op, als 11 dan al ons getal van de leut is, dan noemen we dat op de 11e van de 11e. En daarom is dat eigenlijk, heeft dat een, hoe moet je dat dan goed zeggen? Ja, is dat een beetje een mijlpaal geworden? Is dat een markering geworden? Dan begint het vastenavondseizoen. Mm-hmm. Om eigenlijk ook maar aan te geven, daarvoor, ja, je kan het ook op 6 september doen of 24 augustus, maar dat zegt allemaal niet zoveel. En 11 november, dat zegt juist alles. Dus het getal bepaalt eigenlijk ook wel de grote waarde die erachter zit. Ja. Oh, ik dacht dat je wel zou willen zeggen, Koen. maar ik ben alweer vergeten wat. Ja. Ik zag je al helemaal kijken en doen. Nee, geen probleem. We hebben alles gewoon netjes opgeschreven. Ja, daarom. Joost, wat is jouw eerste herinnering eigenlijk aan 11-11? Van jou persoonlijk? Oh, van mij persoonlijk? Ja. Toen je klein was, misschien iets groter, dat mag ook. Ja, ik was wel iets groter, maar ik denk dat ik jaar of 17, 18 was. Wij begonnen met een dweilband, Lamarientje. En ja, en toen was het gebruikelijk, en dat is, dan heb ik het over 1977. Ja, het is 11-11. Hey, mannen, zullen we gaan kijken? Dan zijn we als vrienden tegen elkaar. Ja, laat me dat maar doen. En dat vonden we wel leuk. We konden nog helemaal niet goed speulen als het wel bent. Nu wel? En motten we dan niet... we hebben onze hoogtepunten gehad. en die zijn niet heel erg recentelijk, maar toch wel... Ze zijn er wel geweest, de hoogtepunten. Nee, je moet toch gaan spullen? Nee, dat kan niet. Nee, we gaan gewoon kijken. Dus dat eigen 76 of 77, dat mag ik kwijt zijn. Dat is de eerste keer dat ik bij 11-11 ben gaan kijken. En dat was, wat ik net ook al vertelde, iedereen stond er gewoon in zijn kloffie. Helemaal niks van bijzonders. Geen zaddoeken, geen gordijnen. Toen was denk ik ook überhaupt die traditie van überhaupt dat er iets openbaar was met 11-11. Ook pas 10 jaar oud of zo, denk ik, toch? Nee, dat is in de jaren 60 begonnen. Toen de geit werd onthuld. Hè, dat is 1962, geloof ik. Oh, ja, switch, ja. Staat erop, geloof ik, hè? Wat zeg je? Staat in de geit Het staat niet in de geit. Nee, misschien staat er wel een jaartal in verwerkt van de maker van het kunstwerk, Anton van Meurs. Maar dat weet ik niet zeker of dat jaartal is. Want het jaartal dat het heeft gemaakt, dat kan ook 61 zijn en 62 pas onthuld. Hè? Dus dat zegt ook niet alles. En pas toen is het een... en toen verzonden ze, we hebben zo'n mooie geit. En laat me er maar iets scherps van maken. En toen kwamen ze met de kale neet. Die is pas uit die tijd. Okay. En daarvoor niet. Nee, dat was geen kale. En ja, Miedenos die had een geitje. Dat is een heel oud liedje. En dat is een dat wie ook al gezongen voordat er een kale neet was. Waarom? Ja. Gewoon omdat het een heel oud liedje was. Wat hier al in... heel erg lang in Bergen op Zoom bekend was. Want ik heb wel eens een verhaal gehoord van dat het... Miedenos ergens rond de Tweede Wereldoorlog leefde? Of is die al veel ouder nog? Ja, hij is veel ouder nog. Dat is de Eerste Wereldoorlog dan misschien. En dat ze dan met de geit liep? Of dat in de geschiedenis klopt, weet ik dan niet precies. Nee, volgens mij is het van voor de Eerste Wereldoorlog. En inderdaad, als marketenster, mee met de troepen die op oefening gingen. En... maar ook dat weet ik niet zeker. Uit die tijd stamt dat verhaal. Dus het is al van voor de Eerste Wereldoorlog dat er een liedje over is gemaakt. En het is eigenlijk een variatie op een bedevaartsliedje. Okay, dat weten we, dat kan je overal terugvinden ook. Hè? Dat is algemeen bekend. Heeft Erik Elig daar niet een boek over geschreven? Ja, dat klopt. Ja. Even kijken, al een aantal jaren geleden. Ja, 2015 of zo, geloof ik. Ja.
zoiets of zo, ja. Ja, 15 of 16. 2015, 16 heeft hij daar een heel mooi boek over gemaakt. Ja. De, nog te koop? De Kale Neet. Ja, het is nog steeds koop. Ah, jou, hè? Ja, ja, de Kale Neet. De belofte aan de geit van Mytenos. Oké. Okay. Ja, je was een jaartje of 17, 18, zei je net, toen je voor het eerst naar, in ieder geval de herinnering met Lamarientje naar het Geitje ging. Ja. Als we nou 10 jaar later kijken, dat je 28 bent, dan ben je net zo oud als dat Koen en ik zijn. Ja. Hoe ging 11-11 toen? Want dan ben je 10 jaar later, toch weer een andere tijd. Ja, er was een wereld van verschil. Wij zaten natuurlijk als jonge gasten volop in dat we ons zoveel mogelijk wilden laten zien en vooral laten horen. Dus, en wij aan, wie? Waren niet, aan wie wil je jezelf laten zien dan? Aan alle krabben die vastenavond houden. Ja, in de stad, op het moment dat het vastenavond zich manifesteert, in welke vorm dan ook, of dat dan met 11-11 was of met vastenavond zelf. Ja, je eigen laten zien. Ja, eigenlijk bekendheid geven aan Lamarientje. Dat is Lamarientje. En dat was eigenlijk ook wel heel gebruikelijk in die tijd. Want je had allemaal jonge bandjes uit die, in die periode. Zoals Troep 71 is wel iets ouder. Omdat, ja, is jaar 71. Ja. Maar je had ook het arsenaal. Toetroet denk ik ook? Nee, die waren allemaal veel ouder. Oh, Toetroet en wat zouden we nou hebben? Dat is uit de tijd van Troep 71 ongeveer. Okay, hè, rond die periode. Maar je had Lamarientje en Lessenasum en 11-1 was ook zo'n bandje wat toen is opgericht. En je had ook nog, ze waren uniek, maar je had vrouwenbandjes, Lappetemokkis. Dat was de eerste vrouwenband van Bergen. Ja. Mm-hmm. En die hebben wel bestaan. Die zijn uiteindelijk ook gestopt. Ja, en het aantal vrouwenbandjes wat je nou ziet. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is zo ontzettend gegroeid. En dat is natuurlijk het mooie en het leutige. Dat is geen voortzetting van wat Lappetemokkis ooit heeft gedaan. Nee, die zijn gewoon uit zichzelf begonnen. Zo van, hé, wat leuk. Leuke vriendinnen bij elkaar. En nou, dan is het, ja, dat is bijna een olievlek. Dat verspreidt zich zo snel dat heel succesvol. Het zijn hele leuke bandjes ook. Ja, zeker. Ja, ja. Natuurlijk ook, we motten ermee. En er zijn natuurlijk ook een leuke vrouwenband. Een leuke vrouwenband. Ja. Zeker, zeker. maar wat was het grote verschil met toen je 18 jaar was en 28 jaar? Op 11-11 zelf bedoel ik. Want je zei, het is een wereld van verschil. Maar wat was het verschil dan? Eigenlijk de betrokkenheid en de vastenavond betrokkenheid van de aanwezige mensen. Die was veel en veel groter als in 76. Toen was dat nog een beetje aan het groeien. Er was wel iets, maar het was redelijk kalm. Mm-hmm. En 10 jaar later, de cafés stonden bom en bom vol. En het was overal was het feest. In de Stijk kon je niks natuurlijk, hè, want dat was eigenlijk het clublokaal voor 11-11 van de Stichting van Snavend. Mm-hmm. Dus dat was niet open voor. Maar je had de Blauwe Hand en de Duif en de Papoon en allemaal cafés die nou al lang niet meer bestaan. Ik wou het zeggen, er is nog geen één die nog bestaat. En Verpalen en noem het maar op. En al die cafés, die Stad Goes had je ook nog. Ja, echt. Ik ken de namen, heb ik allemaal altijd wel eens gehoord natuurlijk. Ja, 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 vader, ja, jouw vader. Mijn moeder inderdaad, ja. Dat is mijn generatie, wij zijn opgegroeid met ben je al zo die oud? Ik heb de eeuwige jeugd, hè. Dus, ik ben niet oud. Ja, maar mensen gingen dus toen in, zeg maar, 87 ook dus zoals we nu weggaan met vol ornaat, gordijnen, lampenkappen. Ja, veel en veel meer. Dat was een wereld van verschil. Ja, en dat is alleen maar. Ja, dat is het is geen bijs woord, maar het is een cumulatief effect. het werd meer en meer en meer. En wat je nou ziet, dat bijna, er staan dweilen. Ja, of het dweilen zijn, weet ik niet, maar het zijn Bergenaren die in vol ornaat, een vastenavond ornaat, of dat het maandagavond, dweilavond is, staan ze bij de geit op 11-11. Ja. En ja, alles mag en niks mot. Ja. Maar, en dat zie je. Dus ja, als mensen dat willen, dan moeten ze dat doen. Ik zou het niet doen, maar dat wil niet zeggen dat je het niet mag doen. Nee, zeker. Nou, Koen, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik durf bijna niet meer niet in vol ornaat te gaan op 11-11.
Want je wil toch ook gewoon lekker het café in. Je neemt daar ook de volgende dag voor vrij. In ieder geval ik wel. Want je wil toch lekker losgaan. In ieder geval geen beperkingen hebben, laat ik het even zo zeggen. Maar ik vind het dus lastig om niet in vol na te gaan. Maar... ik moet wel zeggen dat ik altijd gewoon hetgene pak wat bovenop ligt. Dus ik ga niet nog extra op zoek naar allerlei veldtekens. En om dat allemaal om mijn nek te hangen en zo. En nee, oké. Okay. Nee. En, ja, en het leuke is nou wel, dat de laatste jaren is er, van jullie generatie en alles wat eronder zit, is heel erg aanwezig. Hè? Die zijn echt vastenavond aan het houden. Die geit, dat vinden ze wel leuk, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee, gewoon gezellig op stap, met elkaar feesten en eigenlijk vastenavond houden. Wat helemaal niet kan, want het is één avond en in één avond hou je geen vastenavond. Nee. Dat is, vind ik wel een heel leuk bruggetje. Joost, want Joost? Ik heb, Joris, ja, het zijn allebei J's, hè? Maar ja, ik vond het een heel mooi bruggetje van Joost, Joris, voor Dia. Vastenavond op de socials. Wat een stem, nog steeds, Koen. Hè? Wat een stem. Ik was alleen maar de vastenavond, hè? Oh ja. Hij was op de socials. Op de vastenavond op de socials. Ja, we zijn inderdaad, wat we aan het begin al zeiden, op Facebook aanwezig sinds kort. Niet dat we echt bekendheid aan hebben gegeven. Nee, YouTube niet, zit er natuurlijk bij, maar vorig jaar waren we al begonnen met Instagram. En daar hebben we laatst een berichtje in onze stories gezet. En met welke vraag, Koen? De vraag was volgens mij, wat doe jij met 11-11 normaal gesproken? Normaal gesproken, ja. Ja. En dan ga ik even inderdaad mijn telefoon erbij halen, want ja, ik moet ook wel een goede story zoeken. Ja, voorbereid. Joost, je merkt Ja, maar zo zijn wij. Maar jullie gebruiken tekst op Instagram. Instagram is een beeld social media. Zeker, dat klopt. Dat klopt. Maar het is ook ideaal om informatie te vergaren bij de jongeren. Ja, door die vraag te stellen. Ja, door een vraag te stellen krijgen wij... En dan krijg je beelden terug als antwoord. Waarom krijg ik het niet te zien, Joris? Oh, ik weet al waarom. Ik heb geen internet. Nee, dat is het niet. Nee, wel, dat is het wel. Nee, het is al te oud. Het is 24 uur, hè? Dan moet je het op een andere manier bereiken. Nee, want ik zag ze net al wel. Hier, zo. Oh, nou gaan we naar die. Ja. Dit hoort er ook gewoon bij. Ja. Ja. Er gebeurt ineens van alles op mijn telefoon. Maar, het is wel leuk. Ik zag dus een reactie ertussen staan en dat jij zegt dat de jeugd het veel meer viert. Dat klopt zeker. Ja. Ik heb namelijk een reactie van iemand die zegt, ja, 11-11 valt bij ons altijd in de toetsweek. Dus dat is ideaal, dan hoef ik niet zo vroeg te beginnen, dan kan ik gewoon de stad in. Wie zei dat? Zal ik dan maar niet verklappen aan hem? Ik heb hem vandaag wel gesproken. Ik zeg, maar dan moet jij toch leren? Hij zei, ja, maar meneer, dan leer ik van tevoren goed. En dan kan ik gewoon wel later uit bed. Dus die had er in ieder geval bij geweest. Ja, die was erbij geweest. Ja. En, maar we hebben ook inderdaad wel mensen, ene Perke Jansen. Hey, waar kennen we die van? Die zegt bijvoorbeeld dat hij rond 10 uur zijn bullen van zolder haalt en even naar de geit fietst. En die legt de gelofte af en fietst daarna weer naar huis. Ik heb ook mensen die zijn iets korter van stof, die zeggen gewoon zat. Ja, die moet je dan wel zeggen natuurlijk. Ja, precies. Nee, dat zal ik niet doen bij Sophie, dat is zielig. Sophie weet nu wel wie het is. Ja, inside joke. Inside joke. Ik heb ook een aantal die gezellig met de eigen band weggaan. Joost, eventjes tussendoor hoor. Ja. Jij bent niet alleen grootste boer van Vleetjaar, maar je hebt ook nog een andere rol in de stichting, of niet? Of is dat echt je enige rol? Dat is mijn enige rol. Oké. Okay. Je bent niet degene die de prins kiest of iets in die richting? Nee, ja. Er is nooit... Kijk, er zijn 4 hoofdrollen die worden ingevuld. En, maar dat is niet het enige wat je doet. Want je bent lid van de vereniging, van de club. En daarom doe je ontzettend veel. En dat is dat kan op organisatorisch vlak liggen, op financieel vlak, op tekenvlak, op muziekvlak, op bouwvlak. Hè. Bouwen op Albanen. Ja, het zijn allemaal leden van de stichting van vanavond. Ja, nee, ik heb... Verschillende rollen, eigenlijk. Nee, oké, want ik vraag het eventjes, omdat één iemand heel veel heeft ingezonden. En laat die nou net in de prinsenpool op nummer 1 staan. Ja, die stond deze week op volgende week misschien meer. Heeft toch niet dezelfde voornaam als ik? Nee. Die stond deze week op 2. Die stond er 2, oké. Ik heb het over, ga ik gewoon Bart Leenders. Ik kijk even naar je ogen. Ja, ik zie Bart niks Leenders gebeuren. Oké.
Hey, toch proberen, hè? Toch gewoon proberen. Die stond in principle.nl. Stond Bart Leeners op 1 afgelopen week. Ja, wil je ook nog stemmen? Dat kan iedereen nog steeds doen. Principle.nl, ja. Heel simpel. Dat moet je doen, vooral. Ja. Nou, ik heb ook nog wel, trouwens even, als we het toch over de socials hebben. Nog een heel leuk. Of wou jij nog iets vertellen over Bart, wat hij allemaal gestuurd had? Nou, die heeft zoveel gestuurd. Dat is... Nee, we kregen een heel leuk berichtje van El Schrouwen. Schillemans. Ja. Die woont op Smediek. En die zegt dus, ja, normaal gesproken ben ik met 11.11 er niet. Want ja, ik kan niet op tijd, na 11 uur kan ik niet meer de bus nog terugpakken. En die is dus nu eigenlijk wel blij dat ze nu gewoon lekker thuis kan zitten, voor de buis kan zitten, om het wel mee te maken een keer. Ja, en dan maakt het niet uit of je Smediek woont of een berg. Nee, precies, precies. Ja. En we hadden nog een heel mooi verhaal, hè? Ja, we hebben heel veel reacties al binnengekregen. Ja, oké. Ja, ik heb ook een dweilband, die gaan altijd uit eten, luxe uit eten bij Cafetaria Anton. En die gaan vervolgens lekker de stad in om muziek te maken. Ook ja, heel gezellig goed, bezig. Heel goed, heel ja. goed. Want dat is iets wat mijn 11.11, wat ik een beetje vind dat er dan te weinig bandjes zijn naar mijn... Oh, ik zit elke keer in het verkeerde café, dat kan ook nog. Dat maar. Is het denk ik, want ik sta altijd te wachten met 11.11. Ja, op andere bandjes. Ja, op andere bandjes, ja. Oké. Okay. Nee, totdat jij er bent. Maar het aantal cafés is natuurlijk ontzettend afgenomen. Hè? Ik bedoel, dat ook. Als je ziet wat er nog aan cafés beschikbaar is, en dat zijn niet de grootste cafés. De Rode Slok is het heerlijk om... ook als dweilband te kunnen spelen. Maar ja, als dan... en Lamarientje is niet eens zo heel erg groot. Maar ja kijk naar de grotere dweilbandjes. Dat is 20, 25 man. Ja, als daar binnen staat is café vol. Ja, daar kan er niks meer bij. Dat is waar, ja. En dat, de Rode Slok is natuurlijk wel inderdaad niet al te groot. Maar bij al die andere cafés en de Marquisenhof en noem het maar op. Ja, als er een band... zoveel cafés zijn er niet meer waar bandjes, huppakee, hier volgen, gaan we naar volgende. Nee, dat is niet. Het is bijna van tevoren heel, heel goed kijken. En zowel in, eigenlijk ook op het tijdstip. Hè. En dan heb ik het over de periode met tussen Neusbal en Vastenavond. Mm-hmm. Ja, en vroeg vanavond heb je een grotere kans dat je ergens plek hebt. Maar daar sta je voor jezelf te spelen en niet voor het dweilen, want dan is er niemand. Hoor ik het goed dat je vindt dat er te weinig cafeetjes zijn, eigenlijk? Ja, maar daar heb ik geen... Nee, daar heb je geen invloed op, maar... Nee. Ik vind het wel. Ik bedoel, het is... Als je kijkt... lange tijd heeft Bergen de grootste café-dichtheid van Nederland gehad, hè? Zoveel cafés als hier waren. Ja. Nou, die rol die zijn we al heel lang kwijt. Dat hebben we al lang niet meer. En nu zijn er gewoon te weinig. En dat zegt niet, ik zeg niet dat er überhaupt meer cafés moeten zijn. Maar het valt wel op in een stad die eerst eigenlijk de grootste café-dichtheid van het land had. Mm-hmm. En nu, kan je bijna met een nachtkaarsje moet je gaan zoeken om te kijken of er, nog ergens een kroegje is. Ja. Ja. Nog een aantal social dingen en dan gaan we door met gewoon. Ja, gaan we gewoon verder. Lekker vraag. Ik heb er nog drie korte. Robert zegt maximaal gaan. Bedoelt hij gewoon keihard zuipen mee waarschijnlijk? Nou, dat, dat denk ik. Ik ga ook wel maximaal, maar of ik nou echt super dronken ben aan het eind van de avond. We kunnen vragen om een reactie. Robert, als je luistert, je weet wie je bent. Hè? Nander zegt met de band de hort op. Nou ja, hartstikke goed natuurlijk. Ja. En Niels van Ekelen, die zei vroeg pieken. Oh. Ja. Ja, dat kan je ook doen. Vastenavond op de socials. Zo. Ja. Goeie eind. Heerlijk gezongen. Zeg. God, ja. Non de user. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hè. We hebben net verteld, seizoen 2 is... wanneer gaat jouw vastenavond hard sneller of harder kloppen? Maar wat ik dan wel een leuke vraag vind... Joost, wanneer is jouw vastenavond hard een beetje begonnen met kloppen? Toen ik 15, 16 jaar was. Natuurlijk als klein kulleke heb ik altijd wel vastenavond meegemaakt. En vastenavond houden als kulleke van 8, dat is nog iets anders. En dat is gewoon verkleed met jou, dus mee op stap gaan. En ik vond dat wel leuk en was gezellig. Maar je gaat niet s'avonds dweilen. Dat doe je niet als klein ventje. En toen ik 15, 16 was...
En ik speel trompet. Werd ik gevraagd, God, Joost, heb je zin om bij ons het dweilband mee te gaan? Dat is een dweilband die niet meer bestaat. BDC, Bergse dweilband combinatie. En ja, degene die erin hebben gezeten, John en Eddie Voets, die weten dat heel erg goed. Want die, ja, hey, jij kan trompet spelen, wil je met ons mee? En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dat heb ik toen gedaan. En toen merkte ik pas hoe ontzettend leuk Vastenavond is. Omdat het ja, eigenlijk een feest van ontmoeten is. Ontmoeten van andere mensen. Maar ontmoeten van sferen. Ontmoeten van, ja, van tradities. Maar ook natuurlijk ook, ja, ik was 15, 16, ontmoeten van meskes. Ja, dat speelde zeker mee. Ja. En ja, en als dweilband, ja, je maakt natuurlijk, je stond op een podium te spelen in het café, op het biljart of op een, of in de Hollandse tuin of in de Korenbeurs. Ja, en dan sta je erop en maar lekker tetteren en laten zien hoe goed je kan spelen. Nou ja, dat trok wel aan. Dus, en toen denk ik, wat, dit is wel een geweldig feest om, om aan mee te kunnen doen. En vooral om naar uit te kijken. Nou, en toen is het begonnen. En 15, 16 jaar, daar heb ik een jaar of twee gedaan. En dat was wel leuk, maar dat was heel in een low profile. Alleen met de BDC op stap. Mm-hmm. En toen begon Lamarientje. Ja, en die zocht er ook iemand. Ja, ja, want die konden allemaal geen instrument spelen. En ik kon trompet spelen. Wil je ons helpen? Ja, heel graag. En dat, ja, er zaten schoolvrienden bij. En van de sportclub mensen. En van de dansschool en zo. Ja, het was een beetje samengeraapt zoeken. En dat was juist het leuke. Dat er zo'n enorme diversiteit en verscheidenheid in zat. En zo zijn we begonnen met Lamarientje. En toen begon het echt hard te kloppen. Toen begon het ja, niet alleen hard, maar ook snel en permanent, altijd. Bijna het hele jaar deur. Hè. Dat was niet eens alleen met Vastenavond, nee. Wij gingen ook na de Vastenavond, wij bleven gewoon repeteren. Waarom? Ja, dan konden we op de eindexamenfeest, daar konden we ook spelen. Huppakee, ook Vastenavondmuziek dus? Ja, wij speelden dan ook muziek van Glenn Miller en, okay. En een beetje van die big band muziek. Tenminste, wij dachten dat het big band muziek was. Maar daar ging het ook helemaal niet om. Het was gewoon het plezier waar we mee speelden. Dat sloeg aan, dat merkten we. Ook op eindexamenfeesten. Dat was heel erg leuk. Ja. Nou, je had het over ook voor de meskes spelen. Ja. Is het dan ook zo dat je je vrouw hebt ontmoet doordat jij in een dweilbandje zat? Nee. Dat nee, okay. Niet, nee. Nee. Wel nee. Nee, ik heb wel mijn vrouw ontmoet met Vastenavond. Oh, oké. Okay. En toen, even kijken. Ja, toen zat ik wel bij Lamarientje natuurlijk. Okay. Want in 1977 begonnen. En even kijken. En bij Bouwclub zat ik, bij Bouwclub Variant. Oké. Okay. Heb ik een aantal jaren gezeten. En ja, volop Vastenavond houden met Lamarientje. En zo heb ik Rian, mijn vrouw, leren kennen. Oké. Okay. Ja, meer voor jou, Koen. Of je nog een leuke partner kan ontmoeten, juist door de band. Ik kan altijd mijn best nog doen. Hè? Ja, ja. Maar de band had er niets mee te maken. Oh, oké. Okay. Nee, oh, okay. Daar werkte misschien eigenlijk alleen maar tegen. Nou, deze zat ook in een bandje, maar ik weet niet eens meer welk bandje dat was. Ja, en dus heb je een paar jaar Lamarientje gedaan. Dan zit je, denk nog, ben je nog wel gewoon lid, toch? Denk? Ja, ja. Ja, Lamarientje bestaat nog steeds. En ook al doe je niet meer mee, je blijft eigenlijk altijd lid. Of je moet zeggen, nee, ik stop er helemaal mee. Uh-huh. Dat mag ook. Nou, er zijn een aantal die hebben dat gedaan, maar heel veel gelukkig. En wanneer heb je de grote transfer gemaakt naar, ja, om dan toch maar even denigrerend te zeggen, de blauwe maffia? Ja, ik was al bang dat dat woord een keer zou vallen. Maar ik ben blij dat jij het zegt, Koen. Op jou kan ik niet kwaad worden. Natuurlijk. Oh, gelukkig. Dat weet ik dan. Maar op Joris trouwens ook niet, hoor. Oh. Maar, ik durfde het net al niet te zeggen. Nee. Ik zat eerst bij een... natuurlijk met Lamarientje hebben wij eerst ook gebouwd voor de optocht. Heel erg leuk. Gewoon in een boerderij. Tegenover de Wouwse Tol. Boerderij Segers. Van boer Segers, de boerderij. Heel erg leuk. En ja, toen vond ik dat is leuk, zegt dat bouwen, ontwerpen. En toen ontwierp ik al. Maar ja, wij deden alles van...
ja, van karton en triplex bouwen en een beetje schilderen, dat was het wel. En toen zochten ze bij Variant, zochten ze nieuwe ontwerpen. Nou, en toen zagen ze, hé Joost, is dat iets voor jou? Nou, daar heb ik het eigenlijk het bouwvak ook geleerd. En ik kon wel tekenen, maar een tekening omzetten in een, ja, echt in een wagen, dat was nog iets anders. Nou, dat heb ik in een, ja, een jaar of 4, 5 heb, ja. Geleerd. Heb ik dat geleerd, ja. Vooral veel ontdekken. En dat zagen ze ook bij de stichting. En toen ben ik in 1985. Toen zochten ze een nieuw ontwerp voor de Prinswagen. Mm-hmm. En toen ben ik overgestapt. Dus toen ben ik ontwerp voor de Prinswagen geworden. Dus als je ontwerper bent van de Prinswagen, ben je toch niet automatisch ook lid van de stichting, of wel? Dat is niet automatisch, maar in die tijd was dat nog wel. Okay. Als je, ja, ja, als je ontwerper bent, dan moet je er ook wel heel veel bij aanwezig zijn. Want ja, een ontwerp plat op een tekening presenteren is iets anders dan echt bouwen. Ja. Dan moet je steeds beslissingen nemen. Nee, dat moet kleiner, dat moet groter. En daar moet je er heel veel zijn. Dus dan is het logischer en handiger als je gewoon lid bent. Dan kan je er veel zijn. Maar het hoeft niet. Het is geen absolute voorwaarde. Afgelopen jaar was volgens mij een dame, toch? Ja, dat klopt. Ja. Die het ontwerp heeft gemaakt. Ja. Dan ben ik even de. Ja, ik zou het niet meer weten, hoor. Maar. Kwaadgas, Petra Kwaadgas. Oh ja. Ja. En ja, daarin werd juist gezocht eigenlijk naar een andere stijl, een andere manier van tekenen, een andere manier van creativiteit, een andere manier van denken. En dat had Petra. En toen is de gok genomen van, nou, oké, maak de tekening. Ook al heb je geen ervaringen in het ontwerpen van een prinswagen of een carnavalswagen, want dat had ze niet. Nou, probeer het maar. Nou, en dat ging uiteindelijk goed. Alleen, ja, je mist dan inderdaad wel dat er iemand niet elke avond, ja, hoe vaak ze ook kwam kijken, om te zien of het goed was. En ja, dan moesten andere leden van de stichting moesten soms beslissingen nemen die op ontwerpgebied lagen. Ja, ja, dat is wel lastig. Want je hebt ontwerpers en uitvoerders. En dat kan een wereld van verschil Jullie zijn. Hebben er nog geen pikkel aangeboden? Nee, daar kan ik helemaal niets over zeggen. Dat zijn allemaal interne zaken. Dat is ook helemaal interessant. Zal ik die discussie niet opraken? Nee, heel goed. Nee. Je zei dat je in 85 bij de stichting kwam, denk ik. Ja. Ja. Wat was het grote verschil van gewone dweiler zijn en bij de stichting komen? Want ik heb altijd het idee, als je bij de stichting komt, geen enkele avond ben je vrij. Ook niet om te gewoon te gaan dweilen met je vrienden en familie. Klopt dat een beetje? Of hoe ziet het dan uit? Het klopt wel en het klopt niet. Het is natuurlijk een vereniging, een organisatie die ontzettend veel tijd vraagt. En daar kan je op inrichten dat je dat ten koste laat gaan van je eigen vrijheid. En je eigen mogelijkheid om te gaan dweilen. Dat hoeft niet. Je kan ook zeggen, nee, oké, van de 7 avonden in de week Heb ik er nou 6 besteed aan de stichting. Nou, 1 avond die wil ik nog wel een beetje voor mezelf houden. Mm-hmm. Maar er zijn die zeiden, nee, ik ben lid van de stichting. 7 avonden in de week, nee, daar ben ik er gewoon. En het is ook niet zo dat je geen, ook al zit je in het in die regelende, organiserende club, dat je dan geen leut hebt. Nee, je ontmoet net zoveel mensen en je kan net zoveel leut hebben. En dweilen eigenlijk. En ook muziek maken. Niet alleen met de leden van de stichting. Met iedereen die erbij betrokken is. Mm-hmm. En het is je eigen invulling die je eraan geeft. Of je daar wel of niet veel aan tijd aan besteedt. En aandacht aan besteedt. Of juist helemaal. Of heel erg weinig. Hè? Dat je. Ja, nee, ik vind het wel leuk, maar niet te veel tijd, hoor. Nee, ik heb ook een gezin en ik heb een vriendenclub en ik heb een dweilband. En ik wil ook gewoon een beetje vrij zijn, dat ik zelf de stad in kan gaan zonder iemand. Of, ja. Nou, dat mag ook. Oké. Okay. Ja. Nee, top. Nou, had ik net een vraag in mijn hoofd, hoor. Maar hij is alweer verdwenen. Net als net. Ja, joh. Oh, Koen. Je weet het echt niet meer. Dat kan gebeuren. Toen je als grootste boer werd gekozen, in ieder geval daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Op 11-11 in ieder geval, toen werd het officieel.
Ja. Hoe ziet zo'n avond er dan uit voor iemand die heel zenuwachtig misschien ergens aan het tafeltje zit of misschien ergens verstopt? Hoe ziet dat er dan uit? Nee, ik, ja, natuurlijk. Ik was niet zenuwachtig, maar stress is er altijd. Want het, ja, je neemt nog alle stap en niemand wist het, alleen maar een paar mensen. En dan, ja, hoe zal het dan vallen? Hè? Dat vraag je je ook wel af. Mm-hmm. En ja, hoe zal mijn eerste kale neet? Ja. Gaat dat lukken? Nou ja, dat is. Ja, er was wel een stress, maar geen zenuwen. Nee. En ik was niet stil en rustig. Nee, ik was er gewoon. Oké. Okay. Het is niet zo dat je... Iedereen kan je wel zien voordat je gekozen was. Het is niet zo dat je ergens verstopt zat, nee, zeg maar. Nee, sterker nog, ik was toen voorzitter van de commissie protocol. Oh, kijk. Dus ja, ik moest ook gewoon dingen regelen en, ja, en zorgen dat alles goed doorliep. En maar een paar mensen wisten dat ik de Godse boer zou worden. Dus, ging je dan ook voor zorgen dat je expres niet te veel met die mensen ging staan en praten? Dat het niet te veel op zou vallen of zo? Of werkt nee, dat niet nee, zo? Nee, dat werkt niet zo. Oké. Okay. Nee. Nee, ik zie het helemaal is... voor me, weet je. Ja. Beetje, nee, ja. Er waren natuurlijk al veel, veel kandidaten van, die zou het kunnen worden, die zou... En dat werd allemaal in de gaten gehouden, ja. Natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Het is soms net in middelbare school, hè, zo van, al gekonkel en geroddel. En die staat met die te kijken, moet je kijken. Ja. En dan is er helemaal niks aan de hand. Maar dan zijn we net kleine jong. Zeiden ze dan ook wel eens tegen jou, ben jij het niet? Bijvoorbeeld ook, en hoe ga je dat? Ik kan me niet 1, 2, 3 herinneren, okay. Hoor. Het zal ongetwijfeld gevraagd zijn en gezegd zijn. Ik heb er niet echt een herinnering aan. Nee. Nee. Heb je vraag terug? Ja. Nee, trouwens wel. Ja, ik weet het al wel. Nee, wat ik me dan afvraag is... dat is misschien toen je bij de stichting kwam al een beetje veranderd. Maar misschien zeker als je Gods de Boer wordt... verandert het vanuit jouw perspectief het sprookje? Dus beleef je het sprookje op een andere manier? Niet zozeer het sprookje, als wel de... Ja, hoe moet je dat zeggen? De impact van het feest op de mensen. Daar krijg je een heel andere kijk op. Een heel ander gevoel bij. Omdat je op zoveel plaatsen komt. Mm-hmm. En met zoveel mensen... te maken krijgt. En ja, als Gods de Boer regel je eigenlijk die hele tour, de tourtijd van de stichting. Dus je hebt heel veel vooraf contact met mensen van, kunnen jullie langskomen en dan. Ja, dat is goed. En dan ben je er. Die afspraken, ja, dat is, ik zal maar zeggen, hun pure administratie houdt er goed bij en dan loopt dat wel. Mm-hmm. Op die avond zelf is het natuurlijk, dat is bijna het leukste om te doen. Dat je die mensen echt ziet en spreekt en ziet wat het doet als daar de prins binnenstapt. De Gods de Boer, die doet er niet zo toe. Het gaat om die prins. Dat is de parel waar iedereen eigenlijk op zit te wachten tot hij binnenkomt. Of er nou een dweilavond is of een verzorgingshuis waar hij komt of het ziekenhuis. Uh-huh. Dat is een... dus dat heeft zeker mijn blik... mijn blik veranderd. Dat ik zie hoe ontzettend belangrijk... hoe ontzettend belangrijk dit feest voor de mensen is. Dat heb je niet zo door als je daar zelf onderdeel van bent. Dan kijk je daar minder naar. Dan beschouw je het minder. Wat zie je dan bij bijvoorbeeld als je in een verzorgingshuis zit en jullie komen binnen? Wat zie je dan? Ontroering. Alleen maar ontroering. En ja, het is eigenlijk ook leut. En dat zit soms in tranen. En dat tranen over die tranen van het lachen, maar ook tranen puur van verdriet. En het is, ja, het is bijna het is positief verdriet. Iedereen is, die mensen zijn dan zo blij dat ze de prins zien en steken thee. En een Godse boer en een nar ook. En soms ook gewoon andere boeren die mee zijn. En ik bedoel, het is een stad, maar het is één grote familie. Ja. Het lopen allemaal familiebanden. Op een of andere manier, het is een netwerk van allemaal, eigenlijk allemaal verbindingen. En dat merk ik heel sterk. Hoe ga je daarmee om? Dat vraag ik me wel af. Als iemand inderdaad naar je toe komt en vol met verdriet een heel verhaal aan je vertelt bijvoorbeeld. Ja. Over iemand die is overleden of misschien ziek is of wat dan ook. Ja. En die vertelt heel het verhaal aan jou. Hoe reageer je dan op? Door te luisteren. Door echt aandacht te geven. Iemand aan te kijken en daar echt ook laten zien dat je
Dat je niet alleen naar hem luistert, maar dat je ook hoort wat hij zegt. Want zo maak je een echte verbinding. Mm-hmm. Door een, ja, door daar tijd en aandacht aan te geven. En mensen vertellen niet zo, ja, dat is 99% hoor, vertellen niet zo, huppakee, in één keer een hele levensverhaal of de ellende die ze allemaal hebben meegemaakt. Nee, het gaat vaak maar net om één aspect wat hun heel erg aanspreekt. Mm-hmm. En nou, als je goed luistert, dan kun je ook eigenlijk ook het goede antwoord geven. Soms heb je niet eens het antwoord nodig, maar gewoon een aardig woord terugzeggen. Ja. Of ja, precies die vraag stellen waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Ja, maar ja. Ook dat is dus vastenavond. Zeker dat is ook vastenavond. Ja. De verbondenheid. Het gevoel met de mensen. Niet alleen, ja, heel veel mensen zwaaien en willen je even aanraken. En ja, wat natuurlijk de laatste tijd enorm, iedereen wil een selfie. Ja, je wordt er werkelijk niet goed van. Huppakee, even selfie en dan hup, met opa en oma en kleinkennis. Ja. Een heel rattenplan vooruit. Maar dat word je ook versierd dan? Dat vraag ik me nu af. Was dan wel waar? Ja. Nou, misschien proberen ze het wel, maar dat heb ik dan niet zo deur. Ja, het zou kunnen, hè? Ja, het zou kunnen. Nee. Even met die selfie. Ja, je ziet zoveel mooie mensen. Hè. Ja. Ja, innerlijk en uiterlijk mooie mensen. Hè. Dat is echt waar. Zeker. Ja. Uh-huh. Ja, nee, ja. Nog steeds niet teruggevonden? Nee, ik heb hem net gesteld. Excuus, nu ben ik het kwijt. Joost, je vertelde net dat de grootste boer alles regelt. Ja. Dus wanneer je naar de markt moet of naar een bepaald café of een verzorgingstehuis of iets dergelijks, regel je dat echt allemaal zelf? Ja. Of heb je een soort assistentboer of zo? Dat zou goed zijn als die zo hebben. Ja. En misschien gaan we daar ook wel naartoe. Nee, het heeft ook een beetje wel met mijzelf te maken, want iedereen mag het doen op de manier zoals hij wil. En ik kan het werk ook aan iemand anders vragen om dat te doen, om te delegeren. Nee, maar ik wil het zelf doen, want ik wil het contact maken met die mensen. Ik wil precies weten, ja, wie ben je nou? Jij bent de voorzitter van, maar vertel eens even wat meer. Ja. En dat gaat heel makkelijk, want dat gaat allemaal op de e-mail. Ja, dat kost je wel wat tijd, maar jij krijgt heel veel voor terug, want iedereen kent je dan. Ja. En zo, het is ook heel traditioneel, zo ingewikkeld is het niet. Hoor. Nee, je moet een hele zondag, een zondagmiddag die begint, ja, soms aan het einde van de ochtend al om 12 uur. En om 's avonds om 8 uur ben je pas klaar. En dan heb je 20 adressen bezocht. Ja, dat is even puzzelen en meten. En het loopt niet altijd goed. Ja. Soms mis je ook wel eens iets, of kom je te laat, of heb je toch iets gepland en het is dan niet. Nou, en op de vrijdag en de zaterdag is het net wat makkelijker. Maar dan heb je ook nog de doordeweekse avonden, de maandag en de dinsdag. In die 3 weken tussen neuzenbal en vastenavond is het bomvol. Elke avond is er wat iets te doen. Of het nou een revue is, of een dicté, of bouwclubs bezoeken. Dat doen we ook allemaal. Dat is allemaal goed te regelen. En je begint er redelijk op tijd mee. Het is niet zo dat je vandaag niet weet wat de morgen, wat de dag van morgen brengt. Nee, dat is allemaal redelijk van tevoren bekend. Dus eigenlijk maakt dat jou de belangrijkste persoon van heel de stichting. Nee. De prins is de belangrijkste persoon. Oké. Kijk, er zijn eigenlijk 2 dingen. Nee, je hebt de Stichting van Slaven, dat is het organiseerd comité. Maar uiteindelijk is het de prins. Is niet van de Stichting Vastenavond, de prins is van het feest. Prins is van Vastenavond en daarom is hij het belangrijkste. En hoe wij onze zaken organisatorisch voor elkaar hebben, of dat dan financieel of logistiek of technisch is, dat is een heel ander verhaal. Ik bedoel, zo zit iedere bouwclub ook in elkaar. Die hebben dat ook allemaal keurig verdeeld en wij hebben dat ook. Okay. Alleen het lijkt erg belangrijk te zijn, omdat we zijn op veel plekken aanwezig. Hè? We laten ons willen graag verbonden zijn. We laten ons graag zien op veel plaatsen en aan veel mensen. En het gaat uiteindelijk, je kan niet zonder een goede organisatie, dat geloof ik zeker. Maar het gaat helemaal niet over die stichting Vastenavond. Het gaat over Vastenavond. En natuurlijk, ik als Godse boer speel je in zekere zin een beetje een beetje een hoofdrol. Ze zeggen wel eens de Godse boer, en dat is
eigenlijk alleen met Vastenavond zelf, dus een dag van de intocht. De Rots de Boer is eigenlijk de burgemeester van het Krabbegat. En de prins, dat is, ja, je moet het een beetje zien als de, in de vergelijking van, je hebt een minister-president van het land en je hebt de koning. Nou, okay. De Rots de Boer is de burgemeester, de minister-president en je hebt de koning. Die staat er ver boven. Die heeft helemaal niets te maken met, tenminste om het even heel plat te slaan, want uiteindelijk weet hij ontzettend veel, de prins of prinses, hè, want dat zou het ook kunnen zijn. Dat weten we nog niet. Nee. Oh ja, oh! Oh. Die wil graag op de hoop, maar die regelt heel veel, want mm-hmm. dat moet hij ook wel, want anders gaat het niet. En ik heb dat natuurlijk nu ook, ja, ik maak dat al heel erg lang mee. Die moet allerlei zaken regelen voor zijn hofavond en voor dit en voor dat. En daar toch even langs gaan en daar even aandacht aan geven. Alleen dat zijn kleine één-op-één ontmoetingen of één-op-één zaken. En de hofavond dan niet, weliswaar, maar toch al die andere dingen. En dat is niet de algemene organisatie. Nee, dat doet de Godse Boer. En de Godse Boer doet dat niet alleen. Ik kan dat niet zonder dat ik hulp krijg van de mensen van de commissie optocht. Anders zou ik niet weten bij welke bouwclubs wel en bij welke bouwclubs niet. En bij financieel, als je op de ICB-avond wil zijn, wanneer kunnen we bij de ICB-betaalavonden al van tevoren langsgaan? Nou, dan heb je die hulp nodig. Mm-hmm. We gaan even kijken op Alwana, hoe staat het met de bouw van een prinsenwagen? Ja, dan moet je even met technisch overleggen. Wanneer gaan we dat dan goed doen? Dus je regelt het wel, maar je regelt nooit iets alleen. Je bent eigenlijk alleen maar het. Je moet het zien als een grote trechter, die stichting. Mm-hmm. En die komt alles wat we doen, die komt op één punt bij elkaar, aan het einde van de trechter. En dat is de Rots de Boer die precies weet van oké, nu laten we dit doorgaan. Dan stoppen we dat even en dan gaan we dat. Okay. En de prins, die staat ergens anders. Die is natuurlijk, de prins is ook onmisbaar voor onze club. Absoluut. Ja, tuurlijk, ja. Maar wat de prins wil, dat gebeurt. Dat is niet van, nee, dat doen we niet. Want er is een bouwclub die dan, nee. Dan draaien we het andersom. Dat ben ik wel bedoeld. Je hebt natuurlijk ook een boerenmaaltijd, toch? Als, ja. In ieder geval, met boerenkool. Ja. Als de prins zegt, ik wil gewoon friet met mayo, dan komt de friet met mayo, of? Je zegt wat de prins wil. Ja. Wat de prins wil, gebeurt. En dat is een. In alle redelijkheid. Oké, natuurlijk. Ja. En dan mag het proberen. Ik weet het niet. Ik zeg niet dat het niet kan, maar misschien moet hij het eerst proberen om zeker te weten of het wel of niet gaat. Even aftasten, ja. Ja, wat ik dan ook wil weten, bijvoorbeeld de Kaal Neet, die komt vanuit Gods de Boer, het pratje op Biljart. Ja. Elf Verbooien. Toespraak op het station natuurlijk al. Dat stel niet zoveel voor natuurlijk. Maar komt dat allemaal helemaal uit jouw eigen koker of heb je daar hulp bij ook? 90%. En ik kan niet zonder die 10%. Nee, dat wat je zelf schrijft. En uiteindelijk, je moet er bijna niet in dat soort van absolute getallen zien. Zo werkt het niet. Als je veel leest en je luistert veel en ik gaandeweg en dit jaar is het anders. Maar voorgaande jaren, dan ging ik vaak naar gemeenteraadsvergaderingen. Waarom? Omdat ik precies wilde weten hoe leden, gemeenteraadsleden en ook wethouders, zich ten opzichte van elkaar gedragen. Hun gedrag, niet zozeer wat ze zeggen, maar hun gedrag, dat vind ik veel belangrijker. Ja. En dat moet je zelf zien als je daar iets mee wil gaan doen in je pratje of in je elfgebooien of waar dan ook. En uiteindelijk is alles, en je krijgt heel veel informatie ook ingefluisterd of toegestuurd. En daar mag jij de keuze in maken. Ja, daar doe ik wel iets mee. Of dat vind ik leuk, daar kan ik iets mee. En je kan niet zonder tegenlezen, noemen ik dat. Hè? Dus mm-hmm. Je schrijft iets, maar laat het eerst een ander lezen voordat je het naar buiten brengt. En daar moet je als je dat wil doen, dan zoek je de grootste criticasters op die er zijn. Want daar kom je het verst mee. Want die zeggen, je denkt misschien zelf wat het heel erg leuker is, maar het slaat helemaal nergens op. Nou, precies dat commentaar, dat heb je nodig. Want uiteindelijk zit je het allemaal zelf te schrijven. Zit je ook voor een spiegel dan te oefenen?
Of nee. In de douche? Of, niet voor spiegel. Voor die kritiekasters misschien? Nee, niet. Nee, want dat is allemaal op papier. En okay. Natuurlijk, ik oefen om het uit te spreken. Want schrijftaal is iets anders dan spreektaal. Mm-hmm. Wat je schrijft, moet je niet altijd precies zo uitspreken. Sterker nog, als je iets goed wil overbrengen in spreektaal, dan moet je het anders opschrijven. Je moet eigenlijk omdraaien. Ja. Dus dan moet je oefenen. Want anders, en als je het op hebt geschreven en je oefent het dan, dat is bijna, ja, voor mij, ik zeg niet dat het onmisbaar is, maar ik vind het heel erg prettig om dat zo te doen. Dan verander ik het nog. Nee, dat loopt niet lekker. Tjik, hup, dan word je eruit. Net de zinvolgorde net even veranderen. En dan wordt het beter. Ja. Als je de Kaleneet schrijft, ja. Weet je dan het motto al? Ja. Nog voor de convocatie? Ja, ja, ja. Dus nu weet je hem ook? Ja, ja. Even kijken hoor. Ja. Welke marteltuigen hebben jullie? Ja, je gaat mij toch geen pijn doen, hè? Nou. Hij kan niet tegen kietelen. Joost, Joris, nu heb ik een vermoeden ja. Dat als deze podcast online komt, dat het al dat wij op al hebben kunnen lezen wat motto is. Dat denk ik ook. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Dus je kan het eigenlijk ons gewoon vertellen. Dat zou kunnen. Ja, ja, dat zou je wel willen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, kijk, de commissie protocol, die is al lang van tevoren. Echt, we hebben de afgelopen vastenavond gehad. Maar soms ligt het zelfs al daarvoor. Zijn ze bezig, de leden van protocol, met het bedenken van, nou, welke richting. Je denkt nog niet zozeer echt in de slogan, hè, want het motto is alleen maar een slogan van een thematische kant die je kiest. En en die slogan die kan tot het laatst toe nog worden veranderd. En dat is nou laatste jaar niet meer gebeurd, maar vroeger was dat heel gebruikelijk. Nee, dat is wel leuk. Nee, dat gaan we zo niet doen. En dat zei ze dan in oktober. En dan hadden ze al, daar waren ze al vanaf. Jullie bezig geweest, nee, dat gaan we doen. Nee. En bijvoorbeeld, al staat de zeker nog zo droog, de leutenspierenjuiz nog, die is niet heel erg lang van tevoren bedacht. Nee, dat is pas op het laatste moment, hebben ze die switch gemaakt, ze hadden eerst iets heel anders. Maar weet je ook wat? Nee. Okay. Maar dat is al zo lang geleden, ja. Dus op dat moment... Aangebruikt? Op dat moment merkten ze, dit is op dit moment veel belangrijker en zal een veel grotere rol gaan spelen in de komende tijd. Nou, als je die flexibiliteit hebt, en eigenlijk ook heb ik het weer over dat improvisatievermogen. Dat je, als je dat in jezelf kan oproepen, niet alleen de eigen leden, maar ook als commissie, als clubje bij elkaar. Ja, dan komt het altijd goed. Dat zegt veel over eigenlijk over het creatief vermogen. Ja. Over de snelheid waarmee je kan denken, kan veranderen, eigenlijk kan improviseren. Met hoeveel mensen zitten jullie in het protocol ongeveer? Ja, een man of 20. Dat is eigenlijk best veel nog wel. Ja. Jij zal niet altijd allemaal even compleet zijn natuurlijk. Nee, er zijn een aantal oudere leden die... je stopt nooit. Mm-hmm. Je blijft altijd lid. Maar dan niet meer elke week aanwezig. Oké. Okay. Dus wel ongeveer, ja, die aantallen, die getallen, die weet ik zo niet heel, heel precies, maar het zou rond de 20 zijn. Mm-hmm. Ja. Koen, zullen we naar onze andere gast gaan, of niet? Ja, ik denk dat we daar wel naartoe kunnen gaan. Ja? Voordat we, ik heb nog wel wat vragen voor Joost, maar dat komt straks nog. Ja, gaan we wel, Tot hoe laat gaan we deur, joh. Ja, nee, We hebben vrij geregeld voor jou morgen. Ja, joh. Dat komt helemaal goed. Ja, je zag hem, als je via YouTube kijkt, hem daarnet nog eventjes rond dwarrelen hier bij ons in ons mooie studiootje. Zo kan je het eigenlijk wel noemen. Hij heeft onze drankjes verzorgd. Dat is niet het enige. Nee. Deze jonge man die heeft ook een hele column gemaakt voor ons. Het is Ian Arts. Misschien ken je hem wel van die keer dat hij zat te zwalken op de markt. Of dat hij de weg kwijt was bij het beurspleintje. Het zou zomaar kunnen. Hij heeft voor ons een column gemaakt. Het is die jongen dat als je op het podium staat bij Krijnen, je niemand in het gezicht aan kan kijken behalve Ian. Ja, hij is ongeveer 6 meter lang. Ja, dat is wel waar. Zullen we naartoe gaan? Ja hoor. Ian. Nou, een column. Joris en Koen hebben me gevraagd een column te maken voor een podcast.
En ik dacht, weet je wat, ik doe mee. Deze jongens hebben zelfs een eigen jingle voor me gemaakt. En dan denk ik, kan het nog beter? Kan dat? Na het horen van die jingle kan ik oprecht zeggen... ja, het kan veel beter. Maar goed, ik ga het dus over vastenavond hebben. Hoe ik de vastenavond beleef en hoe we het allemaal gaan missen. Het eerste waar we vandaag aan denken is natuurlijk 11-11. Het is speciaal, want we hebben natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe prins. Maar, als we er goed over nadenken, wat missen we nu eigenlijk? Ik zie het alweer voor me. 'S Avonds naar buiten, in slecht, koud weer. Het is midden in de week, je wil niet te vroeg naar huis. Je wil de dag erna niet werken, dus moet je vrij nemen. Nou, dan gaat weer een verlofdag. En zo denken er meer mensen over, dus gaan ze niet. Je bent dus met een veel kleiner groep dan normaal. Leuk hoor. Maar ja, ergens ook wel begrijpelijk. Toch besluit je eraan en denk je natuurlijk pas op het laatste moment er weer aan om je bullen tevoorschijn te halen. Wassen zit er niet meer in, maar ja, je gaat niet in een half natte kiel lopen. Aan de andere kant, door de waarschijnlijke regen wordt het toch wel nat. Je gordijnen stinken naar bier van begin het jaar. Er zitten stickers op je boerenkiel en je hebt geen idee waarvan. Die oude zooi, oh, mooi, die hoef ik gelukkig lekker niet aan. En dan sta je daar weer in de kroeg na een dag werken. Het duurt even dat je erin komt en de jaarlijkse discussie begint. Blijven we in de kroeg en bier drinken? Of gaan we naar de geit? En uiteraard sta je uiteindelijk bij die geit. Dan sta je daar, op een poepveld, om een aantal mannen met fakkels het veld op te zien lopen en uiteindelijk met een duim op je neus een liedje te zingen over de uier van die geit. Het schijnt trouwens dat er zelfs een klein stukje voor kwijt is. Ik vertel dat dan ieder jaar aan mijn collega's die de vastenavond niet kennen. En dan zie ik zo kijken, wat een idioten daar in dat stadje. Dat ja, is ook best logisch, dat kan je ook niet raar vinden. Maar goed, even terug. Je staat dan op dat veldje. En dit jaar zouden we er nog wat extraatje hebben, dat we weten wie de nieuwe prins is. Gokje. Ik denk dat de jonge, talentvolle, spontane jongen is die ik persoonlijk toch niet ken. Wat een genot dat ik nu lekker thuis, warm en droog, via mijn scherm kan zien wie de nieuwe prins is. Top! Maar, hoor ik veel mensen zeggen, met 11-11 komen natuurlijk ook te weten wat het nieuwe motto is. Nee, dat is ook niet waar, want dat is altijd al enkele dagen bekend. Voor je weet is het dan weer 2 uur en je kan weer minstens 2 maanden wachten voordat je weer lekker vastenavond kan vieren. Kortom, wat een opluchting dat het niet hoeft. Iedereen met een gezond verstand, die snapt dat. Maar wie heeft het nou eigenlijk nou wel eens over het vastenavond gezond verstand? Nee, we hebben het over het vastenavond gevoel. En hoe stom alles ook klinkt wat ik net heb beschreven, wat ga ik het vanavond missen? Maar helaas vraagt deze tijd meer om gezond verstand in plaats van gevoel. En dat doet denken aan misschien wel het beste motto ooit dat we gehad hebben. Ach, je maar goed doet. In 1953 was er ook iets groters dan vastenavond. Dus ik blijf vandaag braaf thuis en ik kijk via mijn pc wie de nieuwe prins is. Dan moeten we als krabben allemaal maar doen en wachten op betere tijden. Die komt er vanzelf. Een nieuwe hoogheid, wie je ook bent, het maakt mij niet uit. Als je net als alle krabben maar goed doet. En dat zal ongetwijfeld lukken. Ja, dat was de eerste column van Ian. Ja. Ik verwacht dat er komend seizoen nog wel een paar komen. Zeker, zeker. Ik vond het echt heel goed. En ik zag Joostje, ik zag je al een duim opsteken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ik vond hem heel goed. Is, is het gevoel wat hij beschrijft mee eens? Of, ja, 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 precies. Ja. Ik heb het zelf eigenlijk ook wel. Ja, ik vond het echt, ja, nee, zeker, heel goed. Ik moet jou ook even complimentje geven, Joris. Echt, mij? Ja, dat trompetspel van jou, goed gespeeld, Joris. Had ik niet verwacht. Als je seizoen 1 terugluistert, weet je dat ik eigenlijk trombone moet doen. Is er nog vrij weinig van gekomen trouwens. Oh, het klinkt nog steeds hetzelfde. Kan ik dat meteen even gezegd hebben? Hè? Nee, we moeten daar even Paul Hopmans even credits voor geven. Paul Hopmans, ja, echt, echt geweldig. Okay. Die jongen hoorde je trouwens ook met de jingle over de gast. Ja. Dus ik denk, welke jingle? Even terugspoelen. Dat komt helemaal goed. Welke minuut weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Of we het nog een keer laten horen? Nee, nee, dat was de reden waarom dat ik de soundboard niet mocht van jou. Nee, inderdaad. Dat omdat is ik er al lang op gedrukt zou hebben. Koen, we hebben nog één belangrijke vraag voor Joost. Maar we hadden eigenlijk ook nog een belangrijke vraag voor ons twee. Dat we nu even samenvatten waarom de vastenavondhart van Joost harder gaat kloppen. Ja, ja. Ik zat te bedenken, maar ik zat terug te kijken in het programma. Wij zouden die vraag helemaal aan het begin stellen. Maar ja. We hebben alleen maar gevraagd
Wanneer dat hij is begonnen maakt met kloppen. Maakt toch niet uit. Ik heb wel het antwoord gehoord, denk ik. Ja? Maar ik ben... Oh, moet ik het ook? Ja, doe je dan maar. Ik denk dat het in het kleine zit. In verbinden met elkaar. En goed. Dat je in de ogen ziet of iemand er echt van houdt. En dat kan een stukje verdriet zijn. Of heel veel leut. Of enorme wallen van te weinig slapen. En dat hij dan toch weer doorgaat met feesten. Nee, ik denk dat het in het kleine zit. En dat je daardoor juist vast vanavond... in ieder geval je hart sneller gaat kloppen. Ja, ik denk het ook. Joost, is dat inderdaad het antwoord? Ja, het is de kern van de kern, zou ik maar zeggen. Oeh. Nee, het zit inderdaad in het kleine. Zoek het niet in de grootsheid. En het kleine zit, kan je wel iets breder. Het zit vooral in het ontmoeten van mensen. Ontmoeten, dat doe je echt als je elkaar aankijkt. En tijd voor elkaar hebt. Ja. En met elkaar praat. Dat is. En het is niet alleen ontmoeten van mensen, maar het is ook ontmoeten van culturen. Ontmoeten van geschiedenis. Ontmoeten van, eigenlijk ook van locaties. Dat is wat vanavond zo mooi maakt. Ja. Ja, dat zeker. Dat steeds verandert. En elk jaar, ook is het toch elk jaar hetzelfde. Elk jaar weer verrast, omdat het. Ondanks al die tradities en dat je dat misschien al bijna 77 jaar doet, dat het je nog steeds verrast. Ja, dat heel het goed. Tot zijn nieuw, toch weer nieuw lijkt. Ja. Maar het zit hem inderdaad, het zit hem in het kleine. Voilà. Mooie afsluiten, denk ik, Koen. Ja, toch nog wel één vraagje. Wordt het nou straks niet lastig als er binnen de pakkendragers twee Joosten zijn? Binnen de club zijn er geloof ik al vier Joosten of zo. Die hebben ze ook allemaal Joost 1, 2, 3, 4 genoemd. Okay. het zou heel lastig kunnen zijn, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ook daar vinden we weer een oplossing voor. Improvisatievermogen is een talent van ons. Oké. Okay. Ja, mooi. We hebben nog geen scoop, denk ik. Nee, helaas. Maar de eindvraag, Koen, die is voor jou. Ja. De alle, weet je hem niet meer? Zal ik hem... Hij staat er niet. Wat van seizoen... Doe je die? De laatste vraag van seizoen 1. Oh, gaan we die gewoon toch stellen? Ja, het was jouw idee, dus vandaar. Oh, ja, ook... maar ik heb deze truc al uitgehaald nu. Dus eigenlijk werkt hij ermee. Nou, niet uit, man. Ja, oké. Dan gaan we gewoon eens doen. Wij zijn vorig jaar gewoon geëindigd en we kunnen het vandaag nog doen. Ja. De rest van de aflevering kunnen we het waarschijnlijk niet meer doen. Nee, gaan we nu een vraag verzinnen. Joost... Word jij de nieuwe Norheid? Ik kan ook een tegenvraag stellen en een plek van antwoord te geven. Of dat ik het word? Ja. Ja, daar heb ik al antwoord op gegeven in de eerste podcast. Ja. Nee, ja. Ja, ja. Ja, Joost, daar moeten wij het straks nog wel even over hebben. Want, ik blijf een mail refreshen, maar... Oh ja. Hij heeft weer uit het milieu gescheurd, dacht ik. Maar. Nee, helemaal goed. Joost, heel erg bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Dat je in onze 11-11 special erbij wilde zijn. En we gaan nog even een biertje doen, denk ik. Lekker. Ja? Ja. Mag wel. Helemaal top. Dankjewel, Joost. Dank jullie wel. Ik heb ook dik van genoten. Dank jullie wel. Kijk, top. Gelukkig. It's a rap. Oh, goeiedag. 5 uur, denk ik. Oh. Wat? Volgt gij die mannen nou nog niet op Instagram? Bottes, laagstripke, oren. En geef ze dan gelijk een hartje. En liken en delen en sharen.